Yo mensen van Noemer Game en leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video te maken. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Ik wil allereerst even vragen om even op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Dat motiveert mij enorm om door te gaan met wat ik doe. Oftewel dagelijks content maken en uploaden op mijn gamekanaal Noemer Game. De vorige keer jammer genoeg niet de 1000 likes, maar halen we deze keer wel de 1000 likes. Dan komt er morgen iemand in de Hall of Fame. De Hall of Fame is een lange hal in mijn onderwaterbasis waar allemaal speciale mensen komen te hangen, oftewel DMG'ers. En we gaan natuurlijk gelijk weer even iemand in de Book of Fame zetten, want dat doe ik elke episode, dus ik ga dat gelijk even doen. En degene die erin komt is Adem San... Wat is het ook weer? Adem, moet ik even kijken hoor. Adem Sadik. Oké, dus Adem Sadik. Dat is iemand die in de Book of Fame is gekomen, had een hele leuke reactie achtergelaten. En hij support mij in wat ik doe, en dat vind ik gewoon super tof om te zien. Laten we even afstarten met het gaan vissen, want ik heb sowieso even wat paffenvisjes nodig. Misschien wel handig om dus even te gaan beginnen deze episode door gewoon even lekker mijn hengeltje uit te werpen. En ik ga deze episode met jullie nu gewoon weer een beetje bijkletsen over een aantal dingen. Ook over wat minder leuke dingen, namelijk heeft te maken met YouTube. Niet met mijn gamekanaal Doe Maar Game. Niet dat ik ga stoppen of zo. Het heeft wel met Doe Maar Game te maken, maar het is niet iets waar ik zelf invloed op heb. Het is namelijk zo dat YouTube de afgelopen tijd enorm aan het kutten is. En ik zal jullie even uitleggen wat ik daar nou precies mee bedoel. Het is dus zo dat ik mijn video's al best wel ver van tevoren upload. En dat doe ik dan als privé. Wat ik dan bijvoorbeeld doe is, dan maak ik bijvoorbeeld een challenge vandaag. En die wil ik denk ik, dan weet ik nog niet wanneer ik hem online wil hebben. Dus wat doe ik dan? Dan upload ik die challenge vandaag als privé. En dan denk ik bijvoorbeeld volgende week of over een paar dagen. Nee, nou, ik heb wel zin om die challenge morgen online te doen. Dan ga ik dus naar die challenge toe. Dan klik ik op bewerken en dan zet ik hem gepland voor die volgende dag. Alleen het probleem is dan, wanneer ik een video van tevoren upload als privé en later als gepland, wordt die niet weergegeven bij mijn recente uploads. En nu hoor ik jullie denken, ja maar joh, wat is nou het hele probleem daarvan? Eén, daar loop ik veel meer kijkers op mis. Met andere woorden ook veel meer likes. En natuurlijk doe ik het omdat ik leuk vind. Maar die likes en die kijkers en die views dus, die motiveren mij zeker weten wel om door te gaan met wat ik doe. Dus dan vind ik het gewoon één... Wow, what the fuck? Wat kwam er nou? Dus dan vind ik het wel enorm vet om te zien dat jullie elke keer weer zo van die likes achterlaten. En als je dan een video niet op een goede manier online komt, dan is dat dus heel erg vervelend voor mij. Want dan zorgt het dus voor dat ik heel erg veel likes en kijkers mis. En daardoor heb ik vandaag dus een video moeten heruploaden. Oftewel de challenge video die vandaag online is gekomen. Die met de rauwe ui eten. Hele leuke challenge video. Echt een aanrader. Die heb ik opnieuw moeten uploaden. En daardoor heb ik zeker weten de helft van mijn kijkers misgelopen. Ik persoonlijk vind dat echt enorm jammer. Ik kan daar heel erg van balen. Nou, dat gebeurt dus heel vaak met mijn video's. Echt Far Cry bijvoorbeeld. Goed voorbeeld. Wordt nooit weergegeven bij recente uploads. Nog een goed voorbeeld. Pokémon wordt heel vaak niet weergegeven bij recente uploads. Assassin's Creed wordt heel vaak niet... Ik kan wel echt heel veel gaan opnoemen. Met andere woorden, echt de helft van mijn video's wordt niet weergegeven bij recente uploads. En dat zorgt er gewoon voor dat Doe Maar Game beperkt wordt in de views. Voornamelijk gewoon om het feit dat mensen dan mijn video niet goed kunnen vinden. Vind ik persoonlijk heel jammer, want dat is natuurlijk wel, ja, gewoon balen. Ik bedoel, ik zou het leuk vinden als ik bijvoorbeeld zie dat mijn video echt optimaal bekeken wordt. Maar dat wordt dus een beetje belemmerd door YouTube. En dat vind ik jammer, weet je. Daar kan ik een beetje van balen. Hopelijk steunen jullie mij daarin door even een like achter te laten op deze video. En als jullie denken een enige oplossing te hebben, zou ik het waarderen als jullie dat hier beneden in de reacties zouden willen achterlaten. Zou ik namelijk echt super tof vinden. En dan gaan we lekker verder met Survival Island. Even kijken, want ik ben nu dus aan het vissen. En voor de mensen die zich afvragen, joh, waarom ben je dan weer aan het vissen, jongen? Je hebt toch helemaal geen geduld? Als je denkt dat ik geen geduld heb, check dan even de video die gisteravond om 11:30 s'nachts is geüpload. Want ik heb namelijk een staarwedstrijdje geüpload als reactie op een video van Dus David van Dus David Games. Check die gewoon maar even. Dan hebben jullie gelijk een beetje een idee van hoeveel geduld ik over heb voor YouTube. Een nametag! Nice! Een nametag! Dan kunnen we dingen namen gaan geven. Yes, awesome. We hebben een nametag, jongens. Weet je hoe vet dat is? Dan kunnen we eindelijk weer eens een keer wat dingen namen gaan geven. Dus als jullie een leuk idee hebben voor een dier om een naam te geven, laat hier beneden de dier achter met daarachter de naam. Ik ben echt benieuwd wat voor naam welk dier jullie willen gaan geven. Ik vind het altijd leuk om te zien dat jullie van die creatieve en leuke ideeën hebben. Wat ga ik vandaag nog doen? Nu ik dit opneem is het 4:15 en over een paar uurtjes komt mijn opa om ophalen, gaan we namelijk uit eten. Uit eten, dat klinkt zo chic, weet je wel. Oeh, nou is een pufferfish. Maar het is niet zozeer uit eten, we gaan gewoon weer eens een keer met z'n tweeën wat doen, weet je. Opa, klein, zo, je kent het wel. En zoals vader en zoon en moeder en zo. Gewoon weer eens een keer iets met de familie doen. Ik ben de laatste tijd namelijk enorm druk geweest met YouTube. Ik ben vandaag ook weer heel erg druk geweest met mijn Engelse kanaal, met allerlei andere dingen. Dus ik besloot mijn opa even op te bellen om te zeggen van, nou, vind je het misschien leuk om weer even vanavond wat te eten of zo, ik weet het niet. Zeg maar, opa, ja, is goed, ik kom even vanavond 6:30 halen. Oké. En natuurlijk ga ik mijn lievelingseten eten, namelijk Chinees. Chinees is lekker. Eigenlijk moet ik gewoon in de bijtitel eens een keer gaan zetten. Chinees is lekker in Chinese tekens. Zou ik eigenlijk wel een keer moeten doen. Of gewoon Chinees in Chinese tekens. We hebben 2 paffenvisjes, is genoeg om mee verder te gaan. Dus jongens, let's fucking do this. Oké, nice. Kan je dan meer krijgen? Want ik heb namelijk hier Fortune op. Zou je dan meer kunnen krijgen? Nee, toch?
Ik heb trouwens 7 cactussen, dus dat is vrij veel. Ja, het is echt zo. Kijk, als je iets in een cactus gooit, is het gelijk weg. Dat is echt kut, want stel voor je zou er per ongeluk een shovel ingooien met 4-5 enchantments erop. Dan ben je echt lul. Helemaal als je mij bent, want ik heb heel erg vaak zeg maar dat probleempje dat ik per ongeluk Q indruk in plaats van W. En is het zo van... Kut. Heb ik ook met Skyblock een paar keer gehad. Oh ja, en ik heb vandaag net, echt 2 seconden geleden, hele leuke opnames gehad met een paar DMG'ers. Niet zeg maar fysiek, om het even zo te benadrukken. Dus niet zeg maar dat ze in hetzelfde gesprek zaten. Maar ze waren in dezelfde server, namelijk in de CubeQuest server. En heb ik lekker wat Skywars opgenomen. Kleine spoiler, want ja, Skywars komt weer op Doomer Gamen. Dus ik hoop dat jullie dat vet gaan vinden. Wat ga ik doen? Ik begin met wat dingen te dumpen. Wat ik eigenlijk deze episode wel ga doen, is verder gaan met de onderwaterbasis. En beginnen met het maken van de buis. Dus wat gaan we doen? We gaan het volgende doen. Wat we eerst even nodig gaan hebben, is wat wol. Maar wat ik ook even moet doen, is even al het glas dumpen. En eigenlijk alle dingen dumpen die ik nu niet nodig heb. Anders zit ik met allemaal troep in mijn inventaris. En dat is gewoon heel simpel gezegd, kloten. Dus vandaar. Ik ben er trouwens ook sinds gisteren achtergekomen dat ik gecertificeerd ben op YouTube. Dat houdt in dat er een leuke vink bij mijn naam staat. Zo van, hey, ik ben de echte Job. En dat vind ik gewoon super leuk, weet je. Dat is wel weer, het ziet er een stukje professioneler uit. En ja, ik ben er gewoon heel blij mee dat ik dit in zo'n korte tijd heb weten te behalen. En ik weet dat een 1,5 jaar is niet een hele korte tijd. En ik weet dat bijvoorbeeld PewDiePie met 100.000 abonnees per dag groeit. Maar jongens, jullie maken mij blij met elke like die jullie mij geven. Met elke weergave die jullie mij gunnen. Ik vind dat gewoon super tof. En ik hoop dat jullie je dat beseffen. En ja, dat wou ik gewoon even vertellen. En ja, natuurlijk ben ik mijn netwerk ook heel erg bedankbaar. Ik zit namelijk bij TVMove. En die steunen me ook heel erg met YouTube. En dat vind ik gewoon super tof. Zulke mensen, dat is gewoon super awesome. Ik ben nog even aan het kijken. Ik wil niet emotioneel worden. Word ik ook niet, natuurlijk niet. Maar ik wil even kijken waar ik al mijn spullen in wil dumpen. Want ik ben ondertussen aan het sorteren. Ondertussen ben ik jullie aan het bedanken. En dat wordt gaat een beetje in het 100 lopen, om het even op die manier te zeggen. Dus ik moet even uitkijken wat ik doe. Want anders begin ik in de war te raken. Dus wat gaan we doen? Als allereerst gaan we even de steen hier indumpen. En we gaan even wat bottles met water even ergens indumpen. Of kan ik die nog gebruiken? Die kan ik wel gebruiken. Ik heb science. Ik heb ook eigenlijk wol nodig. En voor de mensen die denken, waarvoor? Zullen jullie snel genoeg gaan zien? Welke kleur wol heb ik nodig? Ik heb rode carpets nodig. Dus pak even een stekje met wol. Ik heb even wat bone meal nodig. Zit dat hierin? Ja, hè? Ja, bone meal zit hierin. Zo. Perfect. En dan gaan we even naar boven om even wat underwater breeding potions te maken. Want die heb ik namelijk nodig. En eigenlijk ook even wat netherrack. Of in ieder geval iets wat snel kapot kan. Want we moeten de onderwaterfase ook snel gaan opvullen. Dus bij deze... Ja, nee, laten we hier maar even mee beginnen. Denk ik. Ik weet niet of dat nog moet. Moet dat nog? Ik heb waarschijnlijk veel meer dirt nodig, heb ik het idee. Hebben we misschien andere dingen die snel kapot gaan? Mensen zeiden voornamelijk netherrack. Van, Job, gebruik netherrack. Dat gaat echt super snel kapot, zeiden jullie. Ik denk, oké. Ja, netherrack. Heb ik heel weinig van. Dat is jammer. Anders moet ik namelijk 2 keer netherrack gaan meenemen. Dat kost heel erg veel durability. En dat vind ik een beetje zonde. Zoals jullie misschien wel kunnen begrijpen. Ik ga even wat andere dingen nog dumpen dan. Dat is misschien wel handig. Zo. Dit mag weg. Wat mag nog meer weg? Dat enchantment boek, dat mag hierin. Hier zitten namelijk alle enchantment boeken en andere shizzle de bizzle in. Dit mag hier ook dan wel in, heb ik het idee. En wat mag hier nog meer in? Vis, dat mag hier bij de etenswaren. En nog een beetje rose red, dat heb ik eigenlijk ook nodig. Vishanger heb ik niet meer nodig. Dat is altijd fijn dat als je je spullen gesorteerd hebt. Dat scheelt gewoon echt heel erg, kan ik jullie vertellen. Dus even een grote aanrader voor alle Minecraft-spelers. Nog een beetje goud heb ik bij en heb ik niet nodig. Dit is eigenlijk vrijwel alles wat ik wel nodig heb. Dus nu kan ik even alle dirt meenemen. Zo, plof. Nou, ik had niet heel erg veel dirt meer, maar toch, het gaat even om het idee. Dat is fijn. Kan ik het ook met steen doen? Ik zou ook wel wat cobblestone mee kunnen nemen, voor als ik dat dan nodig heb. En dan gaan we nu beginnen met het afmaken van de onderwaterbasis. En bij de 1000 likes komt er dus iemand in de Book of Fame, of in de Hall of Fame. En elke episode komt er iemand in de Book of Fame. Dus de Book of Fame, dat gebeurt sowieso. Alleen de Hall of Fame is echt voor de mensen die een like achterlaten. En als we dan 1000 likes halen, ja, dan kom je misschien wel in de Hall of Fame. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Pak even snel wat netherwater erbij. Dat groeit echt als het een neet. Dat is echt niet normaal hoe snel dat spul groeit. Dat is echt bijna insane. Soms zet je het neer en dan groeit het echt over 3 seconden groeit het gewoon weer. Dat is echt super chill. Voor de rest zeiden heel veel mensen tegen mij, Job, ik weet misschien hoe je je survival island probleempje kan fixen. Namelijk door gewoon even te wachten tot het 1.8 uit is. Of nee, 1.8. Ja, 1.8. En dan moet het in principe wel gaan lukken, zeiden jullie. Dus ik hoop dat het zo is. Voor de rest ben ik van plan binnenkort, oftewel in de meivakantie, weer even lekker te gaan streamen voor jullie. Heb ik namelijk eigenlijk wel weer heel erg veel zin in. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het dan vooral even weten in de reactie. Hier beneden. Want streamen, dat is zeg maar wel iets waar je lekker veel interactie door krijgt. En ik hoop echt dat het YouTube-probleem gefixt wordt. Want nu is het zo dat ik geen video's meer van tevoren kan uploaden. En dan komen er dus minder video's online uiteindelijk. Dat is het gevolg hiervan. Want uploaden kost veel tijd. En je moet een titel toevoegen. En daar vind ik het fijn om gelijk wat meer video's tegelijk te uploaden. Dan kan ik namelijk meer voor jullie opnemen. En dat zit YouTube dus nu een beetje te verpesten voor ons. Voor DMG Army. YouTube zorgt er eigenlijk gewoon nu simpelweg voor. Dat er zo meteen minder... Ja, niet zozeer minder video's online kunnen komen. Dat is natuurlijk flauwekul. Maar wel dat mijn video's minder gezien kunnen worden. Dus als jij dan denkt van... Wow, Job heeft vandaag niks geüpload. Ja, dan komt dat dus gewoon door YouTube. En dat vind ik heel vervelend. Dat is echt... Dat moeten ze echt gaan fixen. Ik had trouwens wel gehoord. Dat is even iets wat ik had gehoord. En dat is dus...
Dat ik had gehoord dat een bepaalde concurrent kwam van YouTube. Had ik tenminste gehoord op dagelijkse D van Arjan, geloof ik. Dat er een concurrent kwam van YouTube, namelijk Yahootube. En wat er fijn aan is, hoor ik jullie denken, ja maar Job, je gaat toch niet overstappen? Nee, maar wat er fijn aan is, is het volgende. Wanneer een concurrent bestaat tegenover een andere multinational of wat de fuck dan ook, dan gaat die... Degene die als eerste was, dus voor de concurrent kwam, gaat als zijn best doen om de concurrent, zeg maar, te overtreffen. Met andere woorden, nu luistert YouTube niet. YouTube heeft gewoon schijt. Google Plus, wij hebben er een schijt aan. Wij hebben geen zin in Google Plus. Hun drukken het onze strot in. Maar, zodra er zometeen misschien de concurrent is, oftewel ja, YouTube, is het misschien wel zo dat YouTube zijn best gaat doen om wel eens een keer naar ons te luisteren. En ja, dat zou vrij fijn zijn als YouTube dat een keer zou willen doen. Want dat zorgt er dan namelijk voor dat wij dan wel eindelijk eens een keer de dingen krijgen die ons toebehoren. Dus gewoon uploaden gaat weer goed. Afspeellijsten doen het weer, weet je. Er zijn zoveel dingen die YouTube op dit moment niet die goed hebben. Die ze nu niet op een rijtje hebben staan. En dat is jammer, want YouTube was echt gewoon... Ik weet nog wel, toen ik net begon met YouTube, alles deed het gewoon flexibel. Het was soepel. Maar sinds kort kut YouTube hem echt de pan uit. En natuurlijk is er de smoes van... Oh, waarom is je video niet online gekomen? YouTube deed het niet. Dat is natuurlijk de beste smoes ever. Maar ik heb nog nooit die smoes gebruikt. Ik heb het altijd eerlijk gezegd. Wanneer ik een video niet online kon krijgen, en het kwam door mezelf, dan had ik het eerlijk gezegd, jongens, sorry, maar wegens omstandigheden, privé, of misschien wegens dit, kon hij niet online komen. Maar heel vaak is het dus nu zo dat ik gewoon dus geen video's online kan krijgen op het juiste moment. Vanwege YouTube. Vervelend is dat. Kan ik van balen. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Dus jammer is dat. Maar ja, nogmaals, hè, je kunt niet alles hebben. Dus ik ga me er ook niet al te druk om maken, zeg maar. In de hoop dat het snel gefixt wordt. Wat gaan we doen? We gaan dus nu beginnen met het maken van de Hall of Fame. Maar ik merk dus dat we eigenlijk nog helemaal niet kunnen beginnen. We moeten namelijk eerst de boel opvullen. Dus ik zou zeggen, laten we eerst even gaan slapen. We zitten namelijk nu toch in onze slaapkamer. Of ja, slaapkamer. Boekenkastkamer, slaapkamer, geheime kamer. Geen idee wat dit allemaal is, maar het is in ieder geval alles tegelijk. Ik wou misschien ook een kleine galerij gaan maken in mijn onderwaterbasis, waar jullie dan allemaal namen voor konden achterlaten. Wou ik eigenlijk al eerder doen in mijn oude Survival Island map, of ja, in mijn nieuwe Survival Island map eigenlijk. Dit is nu de nieuwe Survival Island map, moet ik eerlijk toegeven. Beetje verwarrend voor jullie allemaal, maar ik ga hier nu voorlopig of eigenlijk gewoon zo lang als het mogelijk is in verder. Die twee schapen zitten gewoon letterlijk in elkaar. Oh my god, hoe slecht is dat? Ze zijn zo met zoveel bij elkaar zijn ze geboeid dat ze gewoon letterlijk in elkaar zitten. Niet normaal, oké. Ja, 8 minuten. Nou, dus ik ga even naar beneden dus. En ik ga gelijk even kijken. Fuck jou. Zo, welke enchantments heeft deze trouwens? Deze die heeft enchantments sharpness 3. Ik kan eigenlijk... Ja, er zijn betere enchantments hoor jongens. Dat weet ik ook wel. Alleen, dit is al vrij goed. Misschien wel handig als ik nu ga beginnen met het maken van... Een kleine gaan maken van de buis. Want, even kijken hoor. Hoe ik dat het best kan doen, die buis. Dat is misschien wel handig om eerst even af te hebben. Ik pak ongeveer het midden. Kan ik daar achter komen wat het midden is, ongeveer? Vertel hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Is dat echt oneven? Dat is kut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oké, dan doen we gewoon bij 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, zo moet je. Oké, ik weet ongeveer hoe het moet. Ik ben persoonlijk echt heel erg slecht in figuurtjes en andere dingen. Kan ik vrij weinig gaan doen. Maar zet er even één hier in en dan ga ik vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan kan ik hier dus bij 7 beginnen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier moet hij dus. Hier kunnen we dus het begin van de buis maken. Klinkt vrij logisch, heb ik het idee. We gaan hem gewoon maken als hij niet symmetrisch is, weet je. Fuck it, als er maar een buis staat. Zoiets. Denk ik. Is het ongeveer een Mario buis? Is het een idee? Even kijken hoor. Is hij ongeveer... Nou, hij mag iets... Ja, hij moet iets naar rechts. Heb ik het idee. Heb ik een shears bij me? Ja, ik heb een shears bij me. Mooi zo. Dat scheelt. Zo. Hadden jullie trouwens die video gezien? Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Maar er is een video op Facebook. En die video gaat over een Jumbo-medewerker. En die tript hem helemaal. Die moet je nog maar eens een keer gaan opzoeken. Staat geloof ik ook op Dumpert. Maar die is zo geniaal. Die man zegt... Wat ga je in mijn winkel? Wat kom je? Ga kopen. En die jongeren zitten echt helemaal zo van... What's happening, weet je? Fucking geniaal. Echt even een aanrader. Ik had hem eerder al gezien. Ik geloof dat Markham van Smor had hem ook al getweet op Twitter. Echt super geniaal. Dat ik hem eentje langer moet maken. Dan is hij meer symmetrisch, denk ik. Zoiets? Nee, dat is helemaal niet goed. Maar het kan wel hoor, maar ik moet even kijken hoe ik hem het liefst wil hebben, deze buis. Want ik heb er niet zo heel goed over nagedacht, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat dit in principe wel netjes is, zo. Hij is niet helemaal symmetrisch, maar dat hoeft ook niet. Ja, dit goed is zo. Laten we het zo houden. En ik vind het eigenlijk wel... Het is misschien wel mooi als hij een beetje aan de onderkant zit... dan dat hij helemaal daar zit. Dit is wel nice. Kijk, hier wordt dus een buis gemaakt zo. Van groene wol inderdaad. Ja, jullie zien het goed. En dan moet ik even kijken. Want dit moet dus allemaal weggehaald worden. Begrijp ik. Dus even kijken. Dit mag allemaal weg zo.
Ik neem het even, ik haal het even weg met mijn Silk Touch pickaxe. Voor de mensen die zich afvragen, Joop, waarom dan? Dat jullie het wel kunnen indekken, omdat anders zeg maar al dat glas zo meteen weer weg is. En dat vind ik zonde. Maar misschien gaat de volgende episode iemand in de Hall of Fame komen. Zou ik in ieder geval wel leuk vinden om te doen. Maar hallo Jumbo, dat vond ik wel echt geniaal. Ja, dat stukje. Ik weet niet of het echt was, ik neem aan van wel. Maar ze zeiden ook in die bijtitel gezet, in de description van die video. Hallo Jumbo, zo ga je toch niet met je klant om? Ik lag echt helemaal in de deuk toen ik die video zag. Ik vond hem echt leuk. Weet je, ik snap het wel, voor de jongens natuurlijk sick. Alleen, ik bedoel, wauw. Dan zijn je toch ook echt voor luls en medewerker. Zo van, dan sta je, dan, als je jezelf dan terugziet, dan schaam je je toch, zou je denken. Of niet? Maar is er een andere mogelijkheid om dit... Oh, dit gaat lang duren, joh. Is er een andere mogelijkheid om dit te doen of moet je het echt helemaal opvullen? Ik denk dat je het helemaal moet opvullen. Tenminste, mensen zeiden tegen mij dat ik het helemaal moest opvullen. Want ik had het namelijk al een keer gevraagd. Mensen zeiden, ja joh, je moet het helemaal opvullen. Dus bij deze, ik ga beginnen met opvullen. Ik kan eigenlijk wel even beter jullie reactie afwachten. Ik weet je, ik ga een beetje beginnen met opvullen. En dan mogen jullie hier beneden in de comments achterlaten of ik het moet opvullen. Of dat ik die buis gewoon naar boven moet laten gaan. Tot en met de oppervlakte. En of het dan vanzelf leeg loopt. Want stel voor het loopt vanzelf uiteindelijk leeg. Ga ik natuurlijk niet helemaal moeite doen. Dus ik wil even weten van jullie. Is het zo dat als ik die buis helemaal naar boven bouw. Dat die dan vanzelf leeg loopt. Of moet ik het wel helemaal op gaan vullen met van alles en nog wat. Want dan moet ik dat toch wel even doen jongens. Dat moet dan toch maar even. Want dat hoort er dan wel even bij. Dat is nou maar even iets waar jullie het dan maar even mee moeten doen. Maar als jullie dat even hier beneden in de comments willen achterlaten. Ik doe het echt op een retarded manier, jongen. Als jullie dat even hier beneden in de comments willen achterlaten, dan zou ik dat heel erg op prijs stellen. En als we de onderwaterbaas af hebben, wat we dan gaan doen, dat weet ik niet. Dat we dan maar gewoon verder gaan met de showroom. Of dat we dan gaan beginnen met een nieuwe kamer. Of met een nieuw geheim project. Het leek me ook wel vet om iets te gaan doen met een rollercoaster of zo. Het leek me ook fucking alles om te doen. Ondergronds of zo. Een soort van rollercoaster gedeelte. Maar dat ligt nog een beetje aan jullie. Ik moet dit even kijken. Ja, het duurt niet heel lang hoor. Het heeft even geduld nodig, of course. Maar dat is eigenlijk met alle projecten zo in Minecraft. Je hebt altijd de dingen die wat meer tijd kosten dan de dingen die wat minder tijd kosten. Dat heb je altijd zo. Misschien handig als ik even wat dirt ga verzamelen nog. Want ik heb vrij weinig dirt en dat gaat er zo meteen voor zorgen. Ik heb even night vision nodig een keer. Zou heel fijn zijn. Zo, maar dat is even mijn vraag aan jullie. Wat denken jullie dat het beste is? Want dat wil ik even weten. Laat het hier beneden even weten in de comments. Of ik dan het beste voor kan kiezen om... Of nou, niet zozeer kiezen. Het hangt niet af van de keuze, maar het is gewoon hoe het is. Stel voor jullie zeggen van... Ja, Job, het is zo dat je dit helemaal moet opvullen met dirt voordat je überhaupt iets mee kan. Dan kun je het hier beneden laten weten in de comments. Maar als jullie denken... Job, je kunt gewoon die buis naar boven bouwen. Dan is het klaar. Dan moet je het ook laten weten. Dan heb ik er niet al te veel aan gedaan. Dus ik maak dit wel even af. Want heel veel mensen zeiden van... Ja, Job, je moet het helemaal opvullen. Want anders had ik het wel gelezen dat het niet op die manier moest. Zo. Oké, nou, dat is wat ik heel even ga doen. Ik ga heel even naar boven om even te kijken of mijn cactus dyes klaar zijn. En dan ga ik dat heel even gebruiken voor het kleuren van mijn cactussen. Of van mijn cactussen. Cactus dyes voor het kleuren van mijn cactus. Dat is niet wat ik wou zeggen. Dan ga ik dat even gebruiken voor het kleuren van mijn schapen. Of zijn die alweer gegroeid? Trouwens, die zijn al gewoon weer gegroeid. En ik heb namelijk meer wol nodig om het af te krijgen. Dus bij deze. Heb ik enderpearls? Nee, ook niet. Ik ga even eerst enderpearls pakken. En dan zijn we wel klaar. We hebben heel veel Kut, dat is heel dom. We hebben geloof ik vrij veel cactusjes al. Ik geloof dat je met de Glinstering Melon namelijk een heal potion krijgt. Dus daarom heb ik eerst een wortel nodig. Een lekkere Boreaanse wortel. Maar heb ik die nog wel? Ik weet toch zeker dat ik ooit ergens wortels had. Maar waar weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer waar ik die had. Maar ja, dat zal wel. Ik geloof dat ik nog wel iets kan herinneren van ergens op een ander eilandje. Maar I'm not so sure. Dus ik ga er even niet even mee wachten. Wat ik wel even ga doen daarentegen is even kijken... of mijn cactusjes al klaar is. En ik moet even enderpearls hebben. Die zitten hier. Stekje enderpearls. Mooi zo. Enderpearls altijd fijn om te hebben. Misschien kunnen we weer eens een keer naar die end. Om even wat enderpearls gaan verzamelen. Ook altijd handig. En nog een keer nieuwe standbeelden maken. Lijkt me ook leuk. Maar mijn eerste prioriteit is nu het afmaken van die onderwaterbasis. En daarmee wil ik eerst even van jullie weten. Moet ik eerst die hele boel opvullen voordat het droog komt te staan? Of zeggen jullie nee op dat hoeft niet. Je kunt het ook gewoon... een buis maken. Weet je, als ik die buis aan deze episode maak, dan weet ik het. Snap je? Dat is eigenlijk net zo makkelijk. Ga ik deze episode die buis maken. En dan kan ik offscreen misschien ook wel een beetje gaan opvullen. Misschien doe ik een beetje offscreen. Een klein beetje offscreen, klein beetje onscreen. Vind ik wel zo eerlijk, weet je. Klein beetje offscreen, klein beetje onscreen. Vandaar. Ja, weet je. Kleuren de boel weer een klein beetje. Groene schapen kun je toch niet weer een dye geven? Nee, vast niet. Als ik ze nou allemaal even nog even zo'n kleur weet te geven, dan krijg ik enorm veel groene wol. Want groene wol heb ik echt het hardst nodig van allemaal nu. En als ik ze nou even ook nog even ga breeden misschien zometeen, dat zou helemaal schelen. Ja, nu kan ik alleen nog maar groene wol bakken, dat is mooi. Ja, kijk, dan heb ik al 15 groene wol. Dat is hartstikke netjes, joh. Wel handig als ik misschien zometeen even wat beesten ga breeden hier. Breeden nog wel, breeden. Dan kan ik namelijk lekker veel meer, lekker meer groene schapen krijgen. En dat scheelt weer tijd. Ik heb nu trouwens alweer 25 van dat wol, joh. Dat gaat echt super snel. Ook al heb ik nog wel veel meer nodig hoor, daarentegen. Maar toch, het gaat lekker. Het is altijd fijn om te zien. En als ik ze zo meteen even breed, dan komen er nog meer van die groene schapen. Dat is helemaal al fijn. Ik moet ze alleen niet killen, want met een shears krijg je meer dan met een looting sword, geloof ik. Oh, we hebben al bijna een stack. Wow, wat? Huh? What the actual freaking fuck? Heel apart wat er nu opeens gebeurde. Ik heb geen idee waar dat opeens vandaan kwam. Oké, even enderpearls hierbij. En plons. Zo, nice.
Even kijken, waar waren we ook weer? Oh ja, groene schaap, hè? Ja, dat was het. Ja, jij. Ja, jij bent groen. En jullie zijn allemaal... Oeh, heel veel groene. Ik heb al meer als een stack zowat. Of nee, nog ineens een stack. Heb je soms. Als je aan het praten bent, ben je midden in de zin, dan raak je verkouden. Dat is zo vervelend. Ik ben eigenlijk helemaal niet verkouden, maar dat is een beetje vervelend. Trouwens, ik heb nog iets nieuws te vertellen. Laatst ben ik weer een beetje fanatiek bezig op Instagram. Dus als je mij wil volgen, het is namelijk YouTube Job. Dus volg me eens op Instagram. Dat zou ik heel tof vinden. En blijf up-to-date van alles wat ik doe. Ik haal er namelijk ook soms wel even, maak ik een fotootje van bijvoorbeeld een nieuw project voor Doe Maar Gamen. Ik ben ook nog een beetje aan het denken over een roleplay project. Alleen dat is een project wat dan alleen uitgevoerd kan worden in de meivakantie. Omdat dat namelijk heel veel tijd gaat kosten. Maar dat zal wel heel vet zijn. Ze groeien geloof ik echt gelijk weer, lijkt het wel. Zo. Hoeveel heb ik er? 60. Gaat lekker, gaat lekker. Is het wel een goede kleur? Ja, lime wool is dat. Nice. Hoeveel heb ik er nu? 62 alweer. Ik ga voor de 64 en dan ben ik helemaal tevreden. Kan ik jou... Waarom kan... Het leek alsof ze niet meer... Ja, nice. Hoeveel heb ik er nu? 64. Te gek. Huh. Ga ik dat halen? Ik wil gewoon even kijken of ik het kan halen. Denk het niet. Nee, dat haal ik niet. Oh, mooi zo, want ik hoef er eigenlijk helemaal niet naartoe. Maar ik wou het gewoon even met een mooi boogje doen. Oké, dan gaan we even snel de buis afmaken. De tubes, zoals ik dat altijd zeg. Zodra we die af hebben, ik heb nog nooit eerder een buis gemaakt hoor. Maar ik doe het gewoon even op gevoel, weet je. Soms moet je dat doen. Soms moet je dingen gewoon even op gevoel doen. Kut, ik moet even... Nou ja, ik ga even geen underwater breathing potion nemen nu. Hoeft niet. Kijk, ik kan namelijk nu gewoon... Ik zit zo dicht bij de oppervlakte, dat is niet nodig, weet je. En trouwens, ik ben aankomende vrijdag en aankomende... En die maandag erop ben ik vrij. Dus dat betekent dat ik lekker veel van jullie kan gaan opnemen aan content. Ik ben trouwens weer bezig met een aantal nieuwe series voor jullie. Kleine spoiler. Ik ga niet zeggen wat voor series. Het is één serie die ik heel leuk vind om te doen. Ik denk dat jullie het ook leuk gaan vinden om naar te kijken. Dat weet ik bijna zeker. Kut. Oeh, lucky. Ik wou eigenlijk even deze hier weghakken, maar dat ging bijna verkeerd. Nice. Nu ga ik even snel naar boven. Want die tube is bijna af. Ik vind het wel een vet idee hoor, die onderwaterbasis. Echt helemaal zoals ik het al in mijn hoofd had, is het al bijna gebeurd nu. Dat vind ik wel mooi. Want ik had het met een bepaald ontwerp dat ik in mijn hoofd. En dat bepaalde ontwerp gaat nu eigenlijk vrij lekker. Ik had het niet nagemaakt namelijk in Creative. Maar ja, weet je. Ik vind het altijd leuk om alles in Survival ook voor de eerste keer te doen. Leek me ook wel vet om een keer een soort van studio te gaan maken. Zo, oh, ik heb nog maar 3 hartjes. Ik moet even snel eten, want ik ga zo meteen dood. Dat zou vrij jammer zijn. Ik had ook iets met rolls kunnen doen, weet je. Dat is ook wel leuk geweest, zijn rolls. Misschien zou ik ook wel doen. Zo. En hier. Nice. Ja, het begint erop te lijken wat ik precies in mijn hoofd. Dan moeten we natuurlijk ook een duikplank gaan maken. Want dat is natuurlijk ook het hele idee. Kan ik nu wel in één keer erbovenop teleporteren? Ik denk het wel. Nee, hè? Oké. Even kijken, hoor. Ja. Nee. Die valt echt helemaal naar beneden, denk ik. Oh, nee. Die valt op mezelf. Ga ik dit halen? Wat doe ik eigenlijk moeilijk? Ik heb enderpearls niet voor niets. Oké. Laten we maar gewoon even op de normale manier naar binnen gaan. Want ik zie dat ik nog maar heel erg weinig hartjes over heb. En ik wil niet doodgaan. Het zal een beetje jammer zijn als we doodgaan. Ik ga die chains denk ik niet doen naar mijn stam. Dat vind ik een beetje minder waardig naar mezelf toe. Dat beschadigt mijn eigenwaarde. Ja, we kunnen natuurlijk wel een skin van iemand anders maken. Daar een penis op doen. Ik bedoel, dat is niet mijn eigenwaarde. Nee. We kunnen wel eens een keer bijvoorbeeld een Pikachu skin namaken. Dat vind ik ook wel leuk om een keer te doen. Een Pikachu skin. Of gewoon een keer een Pokémon skin. Laten we dat binnenkort eens een keer gaan doen. Gewoon Pokémon dingen namaken. Lijkt me fucking awesome. Dat ga ik gewoon eens een keertje doen. Laat ik gewoon in het klein, laat ik dan gewoon via Skindex. Laat ik in het klein linksonder. Laat ik zeg maar plaatjes zien. Dat zou fucking awesome zijn. Voor de rest weet ik niet of morgen Doe Maar Fandom online komt. Dan moet ik nog even over nadenken wat ik morgen om 2 uur online ga doen. Ja, want ik Doe Maar Fandom namelijk 1 keer in de 2 weken ga doen. Dat vind ik namelijk wat fijner dan elke week weer. Want het is niet dat ik te weinig fandom heb. Want serieus, ik heb super veel fanmail. Als jullie me trouwens wat willen sturen, dat kan. Kan ik het in beeld krijgen op korte termijn? Het zou fijn zijn. Kan naar dit adres die jullie nu in beeld zien staan. Daar kunnen jullie het naartoe sturen. Is dat trouwens ook hier beneden in de beschrijving. En daar kunnen jullie mij alle leuke dingetjes naartoe sturen. Die zie ik dan. Super chill natuurlijk. Wat ik even aan het doen ben is nu een beetje random. Want ik heb eigenlijk nog wat meer wol nodig. Dus eigenlijk moet ik even snel kijken of er nog wat meer cactussen zijn. Ik moet even een shears hebben. Even een nieuwe shears, want mijn is bijna kapot. Dus even kieken. Oh nee, en ik moest natuurlijk wheat hebben. Wat meer breeden. Hoppakee, nice. Zeg ik het weer. Breeden. Het is breeden, niet breeden. Sommige mensen die hebben zo klemten op Engelse woorden waarbij het echt gewoon puur plat Nederlands klinkt. Breeden. Laten we koeien breeden. Fucky. Nee, fucky, dat is eigenlijk altijd wel Nederlands, weet je. En een beetje Engels, dus dat is goed. Ja, dat is het eigenlijk vrijwel. We moeten alleen nog een shirtje maken. Dus bij deze, oh, we hebben echt... Ja, de beacon! Dat is waar we binnenkort mee verder moeten gaan. Dat is wat jullie ook al tegen mij zeiden. Job, waarom ga je... Oeh, bijna meer als een stack diamonds. Dat zeiden jullie laatst, zeg maar. Van ja, Job, waarom ga je nou niet verder met die beacon? En ik had niet echt een goede reden. Dus we gaan binnenkort gaan we verder met de beacon. Die gaan we gewoon ergens midden op mijn eilandje maken. En voor de mensen die zich nu afvragen, Job, waarom heb je een beacon nodig? Ja, weet je. Leuk, weet je. Power-ups en zo. Ik heb nog nooit eerder een beacon gemaakt, maar mensen zeggen dat het gewoon een soort van driehoekje is. En dat kan ik allemaal. Dat kan ik wel, weet je. Ik kan wel een driehoekje maken, dus dat moet goed komen. Oh, kijk dan. Kort. Middelmatig. Lang. Hey, leuk. Het gaat op een soort van iets. Een soort van iets, ja. Dat is precies wat ik wou zeggen. Als cactus dan die cactus valt, gaat dat dan ook weg? Nee, dat is wel mooi. Ik dans.
Moet je nagaan, dat doet ook gewoon geen damage. Zo'n goede gear heb ik nu normaal. Spinnenoog. Oké, we gaan nog heel even doen. Maar dat is eigenlijk vrij wat ik jullie deze video allemaal te melden had. Ik heb al wat over YouTube en over dat YouTube kut aan het doen is de afgelopen tijd. En heb ik over nog meer dingen gepraat. Dat is eigenlijk vrijwel alles. Kan ik iets wegdoen? Ik kan dit wel wegdoen. Kan ik nog meer wegdoen? Niet echt. Dus dat is eigenlijk vrijwel alles waar ik deze episode heb over gepraat. Dus over YouTube en over andere leuke dingetjes. En natuurlijk over Jumbo, want die geniaal. Dat is echt geniaal. Moeten jullie echt checken op Facebook? Kutzooi. Jullie kunnen mij trouwens ook toevoegen op Facebook. Mijn Facebooknaam is YouTube. Of niet YouTube Job, maar Job van Gafhorst. Ook al die dingen zijn in de beschrijving. Dus ja. Kut. Nee, hè? Ja, kut, sorry. Dat dacht ik al wel. Wat is het leven toch kut wanneer je in Minecraft zit? Ja, grapje. Maar, nee, vet ideeën worden altijd gewaardeerd. Kun je hier beneden laten weten in de reacties. Dus vandaar. Ja, nice. Te gek. Oké, nu wil ik weer even wat van die groene wol hebben. Perfect. Heb ik groene wol? Ja, groene wol. Nice. Ik wil deze episode eigenlijk buis afmerken, maar volgende episode kan ook. Het gaat er in ieder geval om dat jullie hier beneden laten weten hoe het zit met dat dirt. Dat is... Waar is mijn shears? Ben ik ook... Oh, hier is... Oké, dat was mijn oude shears. Want dat is echt heel belangrijk, jongens, dat jullie dat even... Godverdomme, er zit hier ergens een gat. Waar zit dat gat? Hier zit dat gat. Plons. Ik ben niet racistisch, dus zwart is ook goed. We laten het gewoon lekker staan, zo. Kijk, dat is echt raar. Als je zo zit, dan zie je het heel goed. Maar, we hadden het ook weer over... Oh ja, ik had het over... hoe lang een piemel kon worden. Dus een piemel die kan... Nee, ik had het dus over de Jumbo-reclame en ik had het natuurlijk over mijn Facebook-account en al andere dingen. Leuke onderwerpen worden ook gewaardeerd hier beneden in de comments. Misschien willen jullie mij mijn mening horen geven over een bepaald iets. En ja, als ik mijn mening geef, heb ik ook altijd een goed argument erbij. Dus als jullie met een onderwerp komen waarbij ik mijn mening niet kan geven, of in ieder geval waarbij ik geen goed argument heb, dan ga ik het dus niet behandelen. Maar als jullie denken, Job, ik heb iets waar je het over moet hebben in jouw video, kun je het hier beneden laten weten. En dat zou ik super vet vinden. Voor de rest, alle challenges worden ook heel erg gewaardeerd. Ik ga namelijk de komende tijd een objective board maken. En als je mij iets speciaals wilt laten weten over Survivor Island, een challenge of iets anders, laat het dan weet via mijn e-mail. Doe maar game met Jumbo. Comment in het onderwerp. Survivor Island. Ik check mijn e-mail elke motherfucking dag. Dus je weet zelf. Ik hossel dat. Dus komt goed. Zo. Ik moet wat meer groen hebben. Groen is echt super belangrijk op dit moment. Groen is echt de beste kleur ever. Nee, ik vind mijn lievelingskleur geel. Maar dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. Zien jullie ook aan mijn banner en shit. Ik had trouwens gisteren een hele chique foto geplaatst op Instagram. Namelijk van mij met een hele mooie chique blouse aan. Ik heb nooit echt chique blouses aan. Tenminste, ik hou van chique kleding. Ik weet niet. Ik voel me nooit chill in een... Ik zou bijvoorbeeld ook nooit in een jongensboek naar school gaan of zo. Maar dat vind ik sowieso niet echt heel erg tof of zo, weet je. In een jongensboek naar school gaan. Dat is puur mijn mening. Ik vind een beetje... Ja, ik weet niet, weet je. Ik ga niet... Ik kan niet echt mijn mening geven. Ik heb niet echt een goed argument. Ja, mijn argument is, ik vind het er een beetje... Ja, niet zozeer onverzorgd. Niet echt... Cool of zo. Niet dat je zegt van, oh, die kerel, jongen, die loopt in de fucking junglebroek. Wat een baas. Nee, dat nee. Niet echt, nee. Nee, is niet echt mijn stijl. Maar hey. Oh my god, het ging bijna verkeerd. Ga ik op die cactus? Ja. Ik ben echt een retard. Jongens, bedankt voor het kijken. Kan like op deze video als je het leuk vond. Abonneer op Doe Maar Game als je het niet gedaan hebt. Ik upload dagelijks gaming content. Hopelijk hebben jullie kunnen informeren over YouTube. En over hoe dat nou gaat de afgelopen tijd. En over hoe het vroeger ging. Want vroeger was alles beter. Bedankt voor het kijken. Ik ga zo meteen lekker uit eten. Ik ga lekker Bali Pang Pang halen. Met Chai Chu. Met allemaal stokjes met saté eraan. En dan gaat die Chinees vragen sambal bij. En dan zeg ik nee, want ik kan niet tegen hete dingen. Kijk maar mijn serie Doe Maar Challenge op Doe Maar Game. En zeggen hun... Wat? Maakt niet uit. Het zijn geen duizend. Wat de fuck heb ik het over? Knal like op deze video. Abonneer op Doe Maar Game. En zie ik jullie de volgende keer met een nieuwe episode van Minecraft Survivor Island. Wat precies morgen is. En dat wordt dan alweer dag 184. Jullie zijn bazen. Halen we 1000 likes. Zo awesome zijn. En dan zeg ik ciao.